Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. We zijn dag 5 geloof ik in Ibiza. Ik sta hier op balkon met ons uitzicht. Het is een wolkige ochtend, maar is niet zo erg, want we gaan zo dadelijk vertrekken naar Formentera en daar is het nog warmer dan hier op Ibiza. En hier zou het vandaag 32 graden worden. In de schaduw. Dus voor Formentera wordt het dan 35 in de schaduw. Dus veel te warm. Dus het mag wel wat bewolkt zijn, vind ik persoonlijk. Het is nog maar 7 uur juist. Dus de zon is nog niet op. Of begint juist op te komen, ik heb eigenlijk echt geen idee. Ik denk dat nog iedereen in totaal slaapt. Maar wij gaan er hek om 7:30 gaat ontbijt open. En dan gaan we als eerste ontbijten. We hebben een kwartier om te eten. Oftewel gaan we dingen snel inpakken en meenemen. En dan moeten wij klaarstaan om 7:50 worden opgehaald met de bus. En gaan we naar Ibiza stad. En daar nemen we de boot naar Formentera. Dus ik heb wel zin in vandaag. Ik heb altijd wel eens naar Formentera willen gaan. We zijn al 3 keer in Ibiza geweest. Maar nog nooit naar Formentera geraakt. Altijd andere dingen gedaan. Maar ik heb echt super veel zin om Formentera's te zien. Het moet super mooi zijn. Dus vandaag is de ideale dag. Want daar is, hier kun je zo nog schaduw gaan zoeken, maar Formentera zijn geen schaduwplekken, dus als het daar heel warm is, is het daar niet te doen. Dus ik ben wel blij dat er al wat wolken zijn vandaag.
zitten nu aan een strandbar op Formentera. We zijn hier nu al een paar uur. We hebben al op één baantje gezwommen. Het is 2:30. We hebben fietsen gehuurd waar we mee rondfietsen. Want Formentera is vrij vlak om op te fietsen, dus dat is wel fijn. Maar we gaan ook zien wat we gaan doen, want het is best warm vandaag, zoals ik al eerder zei. Dus het is vrij vermoeiend om hier vooruit te gaan. We zijn hier nu op een van de strandjes van Formentera. Ik weet niet of jullie kunnen zien hoe helder het water is, maar het lijkt juist of we in de Caraïbe zijn. Het is echt niet normaal hoe mooi. Ik ben zelf nog nooit in de Caraïbe geweest, maar wauw. Ik kom overeen met de foto's van de Caraïbe, wat ik al gezien heb. En kristalblauw. Eigenlijk rond doorzichtig water, dat is echt prachtig. En ja, normaal en mooi. Super mooi. Je kunt echt tot op de bodem alles zien. Je ziet de vissen gewoon zwemmen. Het is echt prachtig, adembenemend gewoon, vind ik zelf. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben echt gepakt door de mooieheid van Formentera. Het is zo'n prachtig eiland, maar het is zo druk. Dat is niet normaal hier. En het is zo warm. Maar ik ga nu nog even verder genieten van het prachtige water. Dan gaan we rondfietsen naar nog mooie bikes en andere natuurgebieden. Want het zijn allemaal natuurreservoiren en we zitten nu op het uiteinde bij, we hebben juist Playa Iletjes gedaan, denk ik. En nu weet ik eigenlijk niet waar we zitten, maar dat is ook prachtig. Dus, en op de achtergrond, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar Formentera. Achtergrond is niet Formentera, maar is Esfera. Echt, ik wist niet dat je dat zelfs kon zien vanuit Formentera, bedoel ik. Super mooi. Thank you.
juist een bijna een uurtje terug op de kamer. We hebben ons gedoucht en klaargemaakt. Ik heb een vlecht gemaakt. Oorbellen zijn van Shein. Ja, ringen ook. Voor de rest heb ik een ketting. Is ook van Shein. Dus het is dezelfde collectie. Het was een super warme dag in Formentera. Ik heb veel gefilmd. Maar ja, ik moet wel nog eerst gaan zien welk beeldmateriaal ik ga kunnen gebruiken. Omdat zowel op Formentera, maar hier ook op Ibiza, is heel veel monokini. En YouTube laat dat niet toe. Dus moet dat er allemaal uitgeknipt worden of geblurred. So, daarmee moet ik gaan kijken wat ik kan erin steken voor jullie. Maar ik heb zoveel mogelijk gefilmd. Dus hopelijk zijn er toch mooie beeldjes van Formentera en Ibiza wat ik erin ga steken. Dit kleedje is by the way van een boutique. Heb ik vorig jaar gekocht. En dan heb ik sleehakken van Tommy Taylor aan, denk ik. Of Tom Taylor, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Het is nog kei warm vandaag. De zon is aan het zakken. Ik weet niet of je het ziet. Staat daar. Het is een ferm warme dag geworden. We hadden gehoopt dat het een bewolkte dag ging worden met niet zo hoge temperaturen, maar het Formentera heeft het appartement toch 42 graden gehaald. En we hebben alles met de fiets gedaan, dus het was heel vermoeiend. En we zijn ook verbrand. Ondanks het insmeren met factor 50. Ja. Was het best gevaarlijk. Het was een sterke zon. Vooral op mijn kuiten ben ik verbrand. Hier ben ik nergens verbrand. Het is gewoon bijgekleurd. Dus ben ik wel blij. Mijn tent is gewoon bijgekleurd. Maar zoals ik in de stukken zei wat ik gefilmd heb op Formentera van de zee, daar is echt adembenemend. En je bent er vanuit die Ibiza-stad binnen 30 minuten met de boot. Dus prachtig. En op de strandjes waar wij zaten, zagen wij Isvedra. Dus je moet dan niet helemaal hier op Ibiza nog helemaal naar Isvedra gaan, want dan heb je Isvedra op zich al gezien. Maar we gaan nu eten. Deze avond is voor een Mexicaanse avond, dus we zitten hier nu op het terras buiten. De rest van het gezin is eten halen. Ik ben even aan het wachten. Maar ik hoop dat jullie mij kunnen horen met de luide muziek op de achtergrond, want de mini disco is bezig. Maar ik ben benieuwd, ik zal het voor jullie ook filmen. Het is Mexicaanse themaavond. Zo is er ook al Spaanse themaavond geweest en dus Mexicaanse. Dat is weer elke zondag. Dus, met nachos, tacos en nog van alles. Dus ik ben wel benieuwd.
vlog hier afsluiten. Vergeet zeker niet te abonneren. Doe thumbs up. En laat zeker weten wat jullie van deze Formentera vlog vonden. Of jullie ooit zelf in Formentera zijn geweest. Wat jullie ervaringen waren. En welke strandjes jullie toen gezien hebben. We hebben zo de hele punt gedaan, geloof ik, ja. Dus, ik zie jullie in de volgende vlog.